Vroeger werd inderdaad Willem de Zwijger genoemd. Toen zei ik niet veel. En hoe is het mogelijk dat God mij nou geroepen heeft? Juist omdat ik zo zweeg, moet ik nu spreken. Dat heeft zo moeten zijn, denk ik. Amen. Een tijdje mijn mond moeten houden. En dat is ook wel eens goed om te doen. Want dan leer je ook heel veel. Laat uw woorden dan weinig zijn en wees snel om te horen, zegt God. Het is eigenlijk een wonder dat ik hier mag staan en ook een genade. Als ik zie hoeveel strijd ik heb, dat weten sommigen al wel. Het is echt niet zomaar. Ik wil alleen maar dit ermee zeggen. Dat als God je ergens voor roept, en dat is niet om je bang te maken, maar geheid krijg je strijd. En ik heb het vanmiddag aan de lijve ondervonden, maar ik werd echt gedragen door het gebed. Dat heb ik echt ervaren. En door het gebed van jullie kan ik hier staan. Want ik weet niet of ik hier dan gestaan zou hebben. Dus, ja. Ik wou het hebben over de reis van de christen. Maar voordat ik daar mee verder ga, proclameer ik eerst: dit is de dag die de Heer gemaakt heeft. Dit is een nieuwe dag. Het leven van deze dag is nog maar net begonnen. Ik weet dat deze dag iets speciaals zal brengen. Iets dat ik en jullie, wij, nog nooit eerder hebben meegemaakt of gezien hebben. En daarmee wil ik jullie ook bemoedigen. En tegelijkertijd zeg ik erachter aan Sabbat Shalom. Want eigenlijk is de Sabbat nu ook begonnen. Ja, God heeft op mijn hart gelegd de reis van de christen. Want, ja, zo is het wel met ons. Wij denken dat het allemaal maar heel gewoon is. Je leeft hier, je hebt je werk, je hebt je huis. Maar weet één ding heel goed, het is allemaal maar tijdelijk. Ons thuis is niet hier. Wij zijn pelgrims, wij zijn op reis. En onze woonstede is in de hemelen. Dus richt je leven ernaar dat je bezig bent met de dingen die boven zijn en niet met de dingen die hier op aarde zijn. Natuurlijk moet je met beide benen op de grond staan. Natuurlijk heb je ook je verantwoordelijkheid. Maar let vooral wat de wil van de Heer is. Wij zijn niet zomaar hier op deze aarde. En God heeft ieder hier een plekje gegeven. En God heeft voor ieder een plan. En ieder zal voor zich er zelf erachter moeten komen wat de Heer met jouw leven wil. En ieder heeft daar zo zijn eigen vragen en strijd mee. En daarom is het ook zo belangrijk dat je de Heer ernstig zoekt. En dat je naar zijn wil zoekt en vraagt. Ik heb ontdekt dat het woord van God een grote goudmijn is. Een grote schat. Werkelijk, het is veel meer waard als al het zilver en goud en diamanten en alles wat er maar op aarde is.
En hoe meer ik met het woord van God bezig ben, dat heb ik ook gemerkt toen ik me met deze preek bezig ging houden, hoe meer je erachter komt, hoe minder je weet, hoeveel er is wat je nog niet weet. En ja, het is gewoon, je wordt er blij van. Je wordt er blij van als je met Gods woord bezig bent. Eerst is het niet gemakkelijk. Dan denk je van, wat betekent dat nou allemaal? Ik begrijp er helemaal niks aan, helemaal niks van. Maar als je echt blijft volharden om in het woord te blijven lezen, en je blijft je er echt mee bezighouden, dan is net of de Heer het voor je opent. En dan zie je er zoveel wijsheid in liggen. En van Gods woord kun je gewoon heel veel leren. Gods woord houdt ons een spiegel voor. En neem nou het hele Oude Testament. Neem nou de geschiedenis. Wat God, de roeping die hij aan Abraham gaf. En van het volk Israël. Wat de weg die hij met Israël is gegaan. En hoe hij hun heeft uitgekozen. En hoe hij hun, toen Israël in de verdrukking terecht kwam in Egypte, dat hij hun in de woestijn leidde en hun zijn wetten leerde en zijn wil. En dat de Heer hun lief had met de eeuwige liefde. En toen ze in het beloofde land kwamen, ja, en dat is wel heel erg triest, dat ze toen God verlieten en de afgoden gingen dienen en hem vergaten en alles wat hij voor hun gedaan had. En hoe de Heer keer op keer profeten zond om hun te waarschuwen. De Heer heeft zo ontzettend veel eindeloos geduld gehad met het volk van Israël. En hij bleef zijn straf maar uitstellen, maar op laatst kon het gewoon niet meer. Maar, ja, en dat kan je allemaal lezen. Maar eigenlijk is het ook een les en een waarschuwing voor ons. Want het geldt voor ons net zo goed. Als je kijkt naar die geschiedenis, dan is het eigenlijk met ons eigen leven ook zo. Want God gaat met ons ook een geschiedenis. En God heeft ons ook uitgekozen. En wij moeten ook door de verdrukking heen gaan om in zijn koninkrijk te komen. Wat Jezus ook zegt. En hij leidt ons ook in de woestijn. Ook in het geestelijke. Eigenlijk doet hij ook hetzelfde met ons zoals hij met het volk Israël deed. Dus daarom is het ook zo belangrijk dat je toch dat Oude Testament goed leest en doorneemt. Waarom heeft God dat allemaal laten opschrijven voor ons? Waarom is het zo belangrijk? Waarom? Waarvoor is dat nodig, al die lessen? Waarvoor moeten wij dat allemaal weten? Ik denk dat de Heer daar wel zeker zijn bedoeling mee heeft. Om daarvan te leren. Ook om zelf daar lering uit te trekken. Ja, en dan heb je in je leven, als je verder komt met de Heer, gaat soms door hele diepe dalen heen. En dan denk je op een gegeven moment, oh, het gaat wel weer. En je denkt wel dat je het overwonnen hebt. En soms geeft de Heer je ook wel even rust. Heb je een soort oase in je leven. Dat is maar goed ook. Want als de boog de hele tijd gespannen zou staan. En ja, het elastiek kan niet de hele tijd strak getrokken worden. Want dan zou het breken.
dan denk je eigenlijk wel dat je er bent, maar oh wee. Want opeens dan begint het allemaal weer van vooraf aan. Alsof de beerput weer opnieuw open wordt getrokken. Alsof de littekens weer openspringen. Alsof de pleisters weer van de wonden worden getrokken. Dan komt al het oude weer omhoog. Je verleden komt weer omhoog. Ik denk wel dat er meer mensen zijn die deze ervaring hebben. Tenminste, ik heb zelf die ervaring al wel vaker gehad. En ja, dan denk je soms van, oh, begint het nou alweer allemaal? En je vraagt je soms wel eens af, waar heeft het allemaal zin voor? Je kan er soms zo moedeloos van worden. Ja, en toch, God heeft ook daar zijn hand in. Soms laat hij het lijden toch toe in je leven. Waarom? Wat voor nut heeft het? Vaak dan op dat moment vind je het allemaal zo zinloos. Maar ik denk dat de Heer het ook niet voor de lol doet voor ons. Nee, ik denk dat de Heer ook echt met ons meelijdt. Hij begrijpt ons verdriet. Hij begrijpt onze tranen. Hij begrijpt onze strijd. Hij begrijpt onze boosheid. Hij begrijpt onze angst. Hij begrijpt het allemaal. Jezus is er zelf ook doorheen gegaan. Hij weet wat wij doormaken. Maar ik denk dat de Heer het positief bedoelt. Hij wil ons sterk maken. Hij wil ons echt sterk maken. Eerst is het heel moeilijk, maar als de Heer je er weer uitgetrokken heeft, en dat doet Hij altijd, is het niet, duurt het niet lang dan op. Duurt het niet kort of lang, de Heer doet het wel. Maar de Heer vraagt volharding. En ja, je wordt er vaak ook in beproefd. Wil je wel op mijn weg blijven? Wil je wel echt, heb je mij wel echt lief? Wil je doorgaan? Ook al is het heel moeilijk. En als de Heer je allemaal mooie beloftes heeft gegeven en het komt maar niet uit. En er komt aan het tegendeel lijkt, er komt van alles op je weg. Je denkt van, nou, is dat het nou? Heb je de Heer dan toch lief? Ga je dan toch door? Blijf staan op de belofte van God. Roep het maar uit aan de Heer als je het moeilijk hebt. Want de Heer zegt, roep mij aan en ik zal u redden uit de benauwdheid. De Heer is er altijd bij. Hij ziet waar je doorheen gaat. Denk maar aan Psalm 23. Het is een hele bekende psalm. Maar zo waar en zo waar als het is. Want de Heer is onze herder. En Hij leidt ons door een dal van diepe duisternis. En wij hoeven geen kwaad te vrezen. En zijn stok en zijn staf, die zullen ons vertroosten. En Hij richt voor ons een dis aan voor de ogen die ons benauwen. En Hij zalft onze hoofd met olie en onze beker vloeit over. Ja, hel en goede tierenheid, die zullen jullie volgen. Maar als je dan zo in de verdrukking zit, ja, de vijand zit ook niet stil. Die probeert je ook constant onderuit te halen. Daar kan je ook wel over mee praten. Het is heel vaak, ik denk dat bijna iedereen daar wel last van heeft, dat is van verkeerd denken. Verkeerd denken. Je gaat negatief denken over jezelf, negatief denken over anderen, je wordt boos op God. Je gaat jezelf zielig vinden. Je zou er wel een eind aan willen maken. Het hoeft voor jou allemaal niet meer. En dan al die vervelende veroordelingen. Oh, nu heb ik het weer niet goed gedaan. Oh, nu heb ik weer gefaald. Altijd weer dat falen. Altijd weer die fouten die je maakt. Elke keer loop je weer opnieuw tegen de lamp. Elke keer
Dan denk je van, oh, nou heb ik het wel geleerd. Nee hoor, ga je weer onderuit. Dat rotgevoel. En dan die angst. Die angst. De angst van het falen. De angst dat het weer niet zal lukken. En dan de boosheid. De boosheid op jezelf. De boosheid naar anderen. Anderen de schuld geven. Maar ook boos zijn op jezelf. Jezelf niet kunnen vergeven. Anderen niet kunnen vergeven. Jaloers zijn. Want ja, een ander die kan het altijd beter als jou. Er zijn altijd, altijd zijn er wel mensen die het beter kunnen als jou. De ene kan, je kan spreken, maar ja, dan zie je iemand, oh, die kan het nog beter. En zingen, ja, dan ga je zingen en dan hoor je iemand, nou, die van, oh, die kan zo mooi zingen. En dan vind je jezelf eigenlijk maar niks meer. En dan vind je eigenlijk maar weer, nou ja. Maar ja, dat is allemaal hartstikke fout. Want de Heer heeft iedereen zijn talent gegeven. En eigenlijk zeg je dan daarmee tegen God van, nou ja, u heeft mij dus blijkbaar niet goed gemaakt. Want eigenlijk beledig je God ermee. Want God heeft jou gemaakt zoals jij bent. Dus je moet ook tevreden zijn met wat de Heer jou heeft toebedeeld. En de Heer geeft soms aan de een meer als de ander. Ja, daar moet je maar niet je te veel druk over maken, want God weet wat hij doet. En toch is iedereen voor God gelijk. De Heer die houdt van iedereen net zoveel. God gaat niemand voortrekken. Of je nou veel talent of weinig talent hebt. Zouden dan die zwaar gehandicapte mensen die helemaal niets kunnen, zijn die dan minder in Gods ogen? Nee. Dat zijn soms zelfs juist de oogappels van God. Weet je waar de Heere woont? Bij de zwakken. Bij de gebrokenen van hart. Bij de mensen die nederig zijn. Daar woont de Heere. Ja, laat jezelf, als je daarmee zit, bid tot de Heer. Vraag of de Heer je weer opnieuw vult met zijn liefde, vrede en blijdschap. En dat de Heer je denken opnieuw vernieuwt. En beleid je zonde. En werp elke gedachte van vrees uit. Elke negatieve gedachte, ban die uit je hart. Want je hart is de oorsprong van alle dingen. En dat is ook de poort, hè. Ik ben heel erg blij met de gebedsnacht dat we toen hadden over de poorten. Maar je hart is ook een poort. Een heel belangrijke poort. Je hart moet je heel streng bewaken. En ik heb zo eens in Gods woord doorgebladerd. Er zijn zo verschrikkelijk veel teksten die over het hart gaan. Wel meer als 400, 500 teksten wat God allemaal over het hart zegt. Het hart is bijvoorbeeld bedriegelijk. Het hart, je hart behoort de Heere toe. Het hart is echt het centrum, is de tempel. Daar gaat alles erin en eruit. Ja, en daar valt Satan je ook aan, als het maar even kan. En daarom vond ik het eigenlijk ook heel belangrijk om ook hier mijn preek eigenlijk over te houden.
omdat het zo belangrijk is dat je... Ik weet het niet. Want daar begint het. Want de Heer vraagt van ons dat wij hem ernstig zoeken. De Heer duldt niet buiten hem om dat we iemand anders dienen. Hem behoren wij toe. Wij zijn het bezit van hem. Hij heeft ons gemaakt. Hij heeft ons geschapen. Hij heeft recht op ons. En hij wil jou. Hij wil niet alleen maar jou, maar ook dat je van hem houdt. Dat je hem toegedaan bent. Want de Heer is een jaloers God. Maak jezelf leeg van binnen. Wees een leeg vat, zodat de Heer je opnieuw kan vullen. Vullen met zijn woorden, met zijn gedachten. Daarom is het zo verschrikkelijk belangrijk dat je naar zijn woord gaat. En dat je veel met het woord van God bezig bent. Het is ernst. En nu helemaal, nu wij in de eindtijd leven. Nu komt het er dubbel op aan. Want de duivel gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. En als jij niet sterk in je schoenen staat, en als jij niet goed gewapend bent, dan haalt hij je zo neer. Zorg ervoor, maak jezelf sterk. Maak jezelf sterk door het woord van God te lezen, tot je te nemen. Kijk, wij geven vaak wel onze tiende aan de Heer, hè, aan geld. Maar eigenlijk horen wij ook onze tijd, ook aan de Heer, onze tiende te geven. Eigenlijk, als je de 24 uur van de dag neemt, zou je daarvan ook 1/10 aan de Heer moeten geven. Dat lijkt veel, want het is misschien, het is ongeveer 2,5 uur per dag. Het lijkt veel, maar weet één ding. Als je dat werkelijk zou gaan doen, wat gaat daar een zegen van uit? Eerst is het moeilijk, want het is moeilijk om je ertoe te zetten. Maar als je het gaat doen, dan krijg je er... zo verschrikkelijk veel voor terug, dat wil je niet weten. Ja, dat wil je eigenlijk wel weten. Hier, ik kan het gewoon niet uitleggen, dat moet je zelf ontdekken. Het is echt aan te bevelen om dat te doen. En elke keer dat je de Heer niet gezocht hebt, je doet niet alleen God er verdriet mee, maar je doet eigenlijk jezelf daar ook mee tekort. Het is eigenlijk net zoals met eten. Je eet toch ook elke dag je boterhammen? Als jij niet gaat eten, dan word je toch ook zwak? Dan word je toch ook slap? Zo is het ook met het woord van God. Als je je daar te weinig mee voedt, word je ook slap. En zwak. En daardoor word jij ook een slachtoffer. Want dan kan de duivel jou ook beter grijpen. Dat is nou eenmaal zo. Het is een wet. Het gebeurt. Het gebeurt gewoon. Of je nou wil of niet, het gebeurt. Dus daarom zou ik jullie aanbevelen, het geldt net zo goed voor mezelf, doe het. En doe het ook tot eer van God. En je zult er heel veel voor terug ontvangen. Want Jezus zegt, als je mij volgt, je zult honderdvoudig terug ontvangen. Akkers, kinderen, huizen, et cetera. Soms moet je voor de Heer heel veel opgeven. Soms vraagt God echt grote offers van je.
Maar je krijgt er zoveel voor terug. En als je dan ziet wat de Heer voor ons heeft gedaan, dat Hij zijn Zoon voor ons gaf, zijn kostbaarste bezit, zouden wij dan niet dat kleine beetje wat Hij van ons vraagt kunnen geven aan Hem? Als je de Heer lief hebt, dan doe je dat voor Hem. Dan wil je dat graag. Ja. En ook nog iets over het volgen van Jezus. Laat Jezus koning zijn in jouw leven. Laat Jezus zijn. Laat Jezus, laat je hart de troon zijn voor Hem. Laat je eigen ik afsterven. Verneder jezelf voor God. Verwerp je eigen ik. Dat ik moet van de troon af. Laat Jezus op jouw troon gaan zitten. Geef je over aan Hem. Geef alles aan Hem. Geef je steeds meer over aan Hem. En alles wat je nog maar vasthoudt, laat het maar los. Geef maar aan Hem. Het geeft niet meer. Je mag je geven. En dan ontstaat er zo'n enorme vrijheid. Zoveel vrijheid. Ga veel bidden. Bid veel voor anderen. Bid voor elkaar. En bid dat de Heer je kracht geeft om verder te komen in alles. En geef niet op. Blijf doorgaan. Ondanks alle strijd en moeite. Ondanks alle verdrukkingen. Blijf doorgaan. Geef niet op. Geef vooral niet op. De Heer wil van ons een strijdende kerk maken. Hij wil echt dat wij gaan vechten. Hij wil het. Wij moeten nu gaan opstaan. Het kan niet meer langer uitgesteld worden. Sta op. Word verlicht. Ga je roeping achterna. Ga doen wat de Heer van je vraagt. Ook al is het moeilijk, je doet het. Ik had hier ook wel weg willen lopen. Ik zag er zo tegenop om hier te staan. En ik sta hier en ik doe het toch. Als jij een stap zet op het water. Als het water voor je ziet en je gaat erop staan, dan pas komt er een pad. Eerder komt er geen pad. De Heer wil eerst dat jij een gehoorzame stap doet, dan pas gaat God wat doen. Hij gaat niet eerder wat doen voordat Hij ziet dat jij de eerste stap neemt. Ja, en dat is eng. Maar vraag de Heer maar om kracht. Hij geeft het wel. De Heer is er zo. Hij doet het voor je. Want ik merk het nou ook. Ik merk ook dat de Heer mij nu kracht geeft om te spreken. Nou gebeurt het inderdaad. Ja. Ja, misschien zeg ik wel weer allemaal dingen die jullie al heel vaak gehoord hebben, maar... Ik had het toch op mijn hart om dit weer te zeggen. Omdat het zo verschrikkelijk belangrijk is dat je het echt gaat doen. Ik voel gewoon, het is gewoon de ernst dat het echt moet. En de Heere zoekt arbeiders. Want Jezus zegt, er zijn maar weinig arbeiders en de oogst is groot. Wil jij je inzetten voor het werk van de Heer? Wil jij je inzetten?
om de oogst binnen te halen, laat je gebruiken door de Heer. Nou, ik zie hoe de Heer alle dingen leidt. Want Erna, die begon al met het proclameren in het begin van de dienst. Daar wou ik ook nog even op ingaan. Ga proclameren thuis. Pak dat woord van God. Pak teksten die jou bemoedigen en spreek ze hardop uit. Spreek ze echt hardop uit. Want er gaat echt kracht van uit. Kracht, kracht, kracht. Woorden hebben kracht. Als jij negatief praat over jezelf, haal je jezelf naar beneden en dan ga je ook naar beneden. Wat je uitspreekt, gebeurt. Het is heel gevaarlijk wat je zegt. Let goed op je woorden. Let goed op je woorden die je over jezelf uitspreekt. Maar let ook heel goed op je woorden die je over anderen uitspreekt. Want je kan zo, zonder dat je er erg in hebt, een vloek op een andermans leven leggen. Daarom zegt de Heer, laat uw woorden weinigen zijn. Je kan beter weinig spreken en bedachtzaam spreken. En echt spreken wanneer het ook echt moet en nodig is. Want je zegt gauw te veel. En in de veelheid van woorden heb je eigenlijk al gezondigd. En je kunt wel degelijk goede woorden spreken. Want in Spreuken staat een woord. Hoe goed is het op zijn tijd als je de juiste antwoorden geeft. Dat is als gouden appelen op een zilveren schaal. Nou, als jij graag wil dat je goede woorden spreekt, bid aan de Heer dat Hij jou goede woorden geeft in de mond legt. Laat de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart welgevallig zijn. O Heere, mijn rots en mijn verlosser. En als je het moeilijk hebt, maak al je wensen maar bekend bij God. En God zal uw gedachten behoeden in Jezus Christus. Dus je hoeft je geen zorgen te maken. Wij kunnen zo verschrikkelijk veel tobben. Het heeft totaal en totaal geen zin. Ik ben er zelf al zo vaak in getrapt. En als ik niet uitkijk, trap ik er weer in. Leg gewoon je bekommernissen bij de Heere neer en laat het los. Laat alles los. Alles. En de Heere staat klaar om je te helpen. Het is zo gemakkelijk, maar wij maken het zo moeilijk. En daardoor wordt het leven zo moeilijk. Daardoor wordt het leven zo ondraaglijk. Daardoor wordt het leven zo, kan je leven net zo zwaar maken als je maar wil. Ik vermag alle dingen in Christus die mij kracht geeft. Als God voor mij is, wie zal tegen mij zijn? Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al het andere zal u bovendien geschonken worden. De Heer wil dat het u goed gaat in alle opzichten. Vraag hem gewoon. Het is niet moeilijk. De strijd is groot. Je kunt heel veel zorgen hebben. Maar wij hoeven echt niet. Echt het heel moeilijk te hebben. Wij maken het voor onszelf moeilijk.